Aankomende zondag vindt weer Swim to Fight Cancer plaats. Een evenement waarbij zwemmers zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Ook Robert doet hier aan mee. Het is eigenlijk vorig jaar begonnen als een soort met grapje. In die zin, ik hou van zwemmen. En ik dacht, ik kan met zwemmen, kan ik ook nog eens een keer geld ophalen voor een goed doel. En iedereen die kent natuurlijk mensen in hun omgeving die met kanker te maken hebben gehad. En je ziet gewoon wat voor erge ziekte dat is. En ja, als we dat samen met een leuk evenement waar alle verhalen samenkomen, iets kunnen betekenen om kanker de wereld uit te helpen, dan draag ik graag mijn steentje bij. En behalve dat Robert zijn steentje wil bijdragen aan onderzoek, brengt het evenement ook meer. Er komen heel veel mensen samen en iedereen die heeft een verhaal. En iedereen heeft natuurlijk iemand ook in gedachten waar die voor zwemt. Maar het is ook wel mooi om te zien dat heel veel mensen die eigenlijk niet van zwemmen houden, of wel van zwemmen houden, maar nooit zijn afstand hebben gezwommen, toch ook proberen die uitdaging aan te gaan. En ik denk dat het ook wel symbolisch is voor mensen die natuurlijk met kanker te maken hebben. Ja, die gaan ook een uitdaging aan die ze van tevoren niet kennen. En waarvan je de uitkomst ook niet weet. Ook Robert zwemt voor iemand in het bijzonder. En de datum van 1 september valt dan ook op zijn plek. Dit jaar wel in het bijzonder, want een familielid van ons die was op 1 september jarig. En die is vorig jaar aan kanker overleden. Dus ik twijfelde of ik dit jaar mee zou doen. Maar toen ik zag dat het op 1 september was, dan moet ik natuurlijk gewoon meedoen. En hij maakt het voor zichzelf dan ook extra uitdagend door de maximale afstand van 3 kilometer twee keer te zwemmen. Ja, het is eigenlijk een verschrikkelijke afstand, want het is eigenlijk gewoon verschrikkelijk saai. Dus de 3 kilometer is ongeveer een uur zwemmen. Daar train ik dus nu ook op. En dan kijk ik hoeveel reserves ik over heb. En dan schat ik in, die laatste 3 kilometer wordt gewoon op wilskracht zwemmen.